Goedemorgen allemaal en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en het is gewoon weer een waanzinnige nieuwe dag. Het zonnetje schijnt en ik ga nu naar school toe, want ik heb repetities. Kijk jongens, het zonnetje. Zo leuk. Vergeet lekker gewoon niet te abonneren en klik even op het duimpje omhoog. Ik ga nu even al mijn spullen bij elkaar pakken die ik nodig heb voor vandaag en mijn parfummetje die ik lekker opdoe is Sun. Die vind ik zo lekker. Zo, lekker wat Sun parfum. En ik moet gewoon door. Ik heb vandaag repetities tot best wel laat, tot 8 uur. Dus het wordt echt even doorpakken. Oké, ik heb best wel lang repetities dus ik moet eigenlijk even iets... Ja, wel goed veel te eten hebben. Hoe gaan we avond eten ook? We hebben tot 8 uur. Ik heb geen idee. Nou ja, normaal moet ik ook lesgeven. Dus eet ik ook wel eens snel tussendoor. Maar je hebt niet echt een lekkere maaltijd. Nou ja, en door. Ik ben weer bij de bladerdeeg. Oh mijn hemel, wat is het hier voor dikke koud. Zullen wij het raam dicht doen? Dit is niet oké. Nou, voel jij eens even hoe koud het hier is. Het is hier letterlijk nog kouder dan mijn vriezer. Ik ben aan het vloggen. Ja, hoe koud? Zo koud. Oh, wat koud. Hier is warm. Dag, zwaai maar even allemaal. Doei. Ja, het raam stond open. Nee, niemand zwaait. Jammer, maar was het proberen. We hebben natuurlijk nu weer lekker body conditioning. Dus... zij heeft helemaal al haar playlistje klaar. Dus daar moet je kijken. Zij gaat helemaal los. Oh, zo. Ja, I'm vlogging. Hallo, filmpje. Ach, nou, hoe gaat het met jou? Heel goed, dankjewel. Oh mijn god. Zij is, heel goed Nederlands aan het leren. Dankjewel. Ik probeer altijd mijn best. Ja. Wow. Zij verstaat gewoon alles. Lammen gaan gaan. Jawel. Jawel. We gaan huis. Onder 30 op de vlucht, strook. Om bij jou te zijn. En? Ja, dus dan gaan we jammer komen op jou. Hoor. Als je bitch wilt chillen, is het geen probleem. Oh, ja! Geen probleem te hakken. No. She can translate the whole version of a home in Dutch. Oké, 5, 6, 7, 8. Wait, how does it start? Huis. Alabama, Arkansas. Ik hou van mijn mama en papa. Niet te samen vechten, ik hou van jou. Wow! Veilig, mijlig, ik of mij. Oh my god! Mevrouw, ik hou van niemand meer. Die borstel. En dan? Heet niet waar? Pompoen thuis. Chocolate. Nou, wat goed, hij pijn. 130 op de vluchtstrook, om bij jou te zijn. Sorry, ik ben een heel leuk liedje. Nou goed, zo, ik ben trots op jou. Dag poesje. Maar wij gaan wel frontaal hoor, Jason. Hey Willemieke! Ja, met u! Oké, gaan we er weer voor vandaag? Meid, oké. Zonder genade, we gaan.
Zo jongens, ik ben hier heel goed bezig geweest, want ik ben even les aan het voorbereiden. En we hadden nu even een uurtje vrij. En ik moet natuurlijk zoveel lessen nu voor de voorstellingen maken. Voor de dinsdaggroepen. Voor mijn woensdaggroep, donderdaggroep. Dus ja, doorpakken. Wauw! Jongens, kijk hoe onwijs mooi dit is. Jongens, kijk hoe eng. Helemaal donker hier nu in Studio 3. Kijk jongens, en dan gaat opeens het licht aan. Dan schrik je helemaal dood. Komt-ie. Bam! En weer uit. Oké, dat gaat helemaal zo met zo'n dingetje. Dat duurt altijd even. Nou, er gebeurt gewoon niks. Ja. NDT, zij wilt ons bij de tweede verdieping hebben. Jongens, ja. We hebben nu repetities tot 8 uur. Gezellig in de Black Box. Yes. Het stukje toneelpodium waar wij gaan optreden. Half november. Ja. Dus eind. Nou ja. Nee, eind. 22 november, is dat eind? 22, kind. 25 pas. Ja, eind november kan je dan wel zeggen, inderdaad. Ja, als je het zo meerekent. Heel veel zin in. Dus we gaan lopen. Oh. Wauw, een grote cello. Moet je kijken. Maai, waar je zin in hebt. Dit is echt anders geworden. Kijk jongens, het is heel anders. Hey, wat was er toen? Toen was toch dat voor? Toen was dat voor en had je allemaal leuke coulisses. En het huisje van Ipsalon. Oh. Maar is wat leuk. Ja, wat ontzettend leuk. Nee, we zijn aan het repeteren. En onze docent kan elk moment hier in die stijgers van hangen. In dat die lampen erboven. En ja, we staan aan het repeteren. Ja, wij zitten even nog. Wij zijn helemaal niet aan de beurt. Oh, en we missen het Sinterklaasjournaal, Wouter. Heel erg wat er gebeurt nu. Ik ga het nu maar terugkijken, denk ik. Zo moe zijn we dus. Nee, maar ik ben gewend om daar al aan te klikken. En dan gaat hij automatisch naar boven. Maar luister, je voelt wel echt zo'n lange dag hoor. Ik voel het echt. Ja, we hadden met die lift zaten, ze stonden in, maar we moesten nog een knop aandrukken. We wisten het pas na 10 minuten. Oh mijn hemel. Oh mijn hemel. Nou, dan ga ik ook gillen. Waar moeten we heen, jongens? We kunnen trouwens hier uit. Oh ja, ja. Wij gaan lekker weer naar huis. We zijn klaar. Het is 8 uur. Let's go. Wij hebben een obsessie met de volle maan. Ach, ik krijg er zoveel energie door. Ik geloof ook altijd in al die theorieën. Ja. Ja. Als de maan hier staat, dan draag je zo. Vanavond kan ik niet slapen door de maan. Nee. Jongens, het is volle maan. Leuk. Leuk. Dag. Doei. Wij gaan even naar de Julia's. Gaan we even lekker een pastaatje halen. Pasta. Het is 8 uur. En nu dus jij thuis bent, is het 11 uur. Nou, dan ga je echt weer aan het eten. Oké, we gaan hier even kijken bij de Julia's. Oké, jongens, ik heb lekker pasta met kip. Lekker, ook zo'n zin in. En we gaan nu sparen. Dus je kan lekker sparen voor zo'n kaartje. Meid, en dan heb je helemaal een volle kaart. Leuk. En dan krijg je gewoon een gratis pasta. Nom, nom, nom. Oh. Het ziet er wel heel erg olievetterig uit, hoor. Ja? Ik weet het. Die hoekjes. Oh, ja. Maar het is gewoon vocht. Oké, maar wel lekker. Ik heb pesto met kipje. Lekker. Wij gaan nu gezellig weg. Ja. Oh, jij moet je trein halen. Nu! Nu! Wel heel veel zin in, hoor. Ja. Hij reageerde niet. Jammer. Jammer. We waren die man aan het uitlokken, want die zijn helemaal niet goed. Ja, die deed helemaal panisch tegen mensen van wees stil, ik ben aan piano spelen. Het is een station hier. Van ja. Dus wij dachten, we gaan even uitdagen. Maar nee, hij dacht het goed met jullie. Hij dacht, Jacques. Het is 8:30, Wouter. Ik dank jou diepzinnig. Diepzinnig. En tot morgen. Ja. Doei. Zo, jongens. Ik wou de volle maan voor jullie filmen. Maar hij is helemaal achter de wolken weg. Jammer weer gewoon. Nou, helemaal weer een dag achter de rug, jongens. Het is allemaal weer voorbij gevlogen. Dus wat ik al zei, wij hebben eind november dan die voorstellingen. Dus daar zijn we nu kaart voor aan het oefenen. En dan zijn er ook dagen dat we tot laat moeten, tot 8 uur. Dus ja, het valt allemaal niet mee.
Maar goed, altijd voor een goede voorstelling, toch?